De Tweede Kamer debatteert vandaag over het terughalen van vrouwen die zijn uitgereisd naar IS. Ja, voor veel politici was er geen discussie mogelijk. De Nederlanders die naar dat kalifaat zijn afgereisd, die blijven maar lekker daar en zoeken het daar maar uit. Toch is er vandaag discussie over in de Tweede Kamer. En de aanleiding daarvoor is het terughalen van de Nederlandse Syriëganger Ilhan B. En dat heeft dus een discussie aangezwengeld of nu ook andere IS-vrouwen en hun kinderen deze kant op zouden moeten komen en zelfs moeten worden opgehaald. Gisteren nog meldde de Telegraaf dat de advocaat André Sebrechts probeert om nog eens 8 vrouwen en hun 25 kinderen te laten ophalen. En hij denkt vanwege precedentswerking een goede zaak te hebben. CDA-Kamerlid Anne Kuik maakt zich zorgen over de risico's als we inderdaad die vrouwen en kinderen deze kant ophalen. Deze uitgereisde IS-vrouwen hebben gewoon een middelvinger naar onze samenleving opgestoken. En zij moeten berecht worden voor de daden die ze hebben begaan in het gebied waar ze naartoe zijn gereisd. En wij willen aandacht juist ook voor die slachtoffers, voor de Yezidis, die vreselijke dingen hebben meegemaakt. Daar moet de aandacht naar uitgaan. En hoge straffen zijn gewoon noodzakelijk. Onze Nederlandse veiligheid, onze nationale veiligheid moet voorop staan. Als het aan het CDA ligt, willen wij die vrouwen in de regio berechten. Daar moeten we echt volop inzetten, dus ook met de Koerden afspraken maken. En nu is het zo dat een vrouw hier naartoe is gehaald om bijzondere omstandigheden. Maar dat willen we niet voor de rest van de vrouwen. Dus we willen echt inzetten op die berechting daar. Anne Kuik noemde de Yezidis al even. Een aantal van hen heeft gesproken met de Telegraaf over deze zaak. En zij zeggen dat de beulen worden opgehaald terwijl de Nederlandse overheid slachtoffers van terreur laat stikken. En deze mensen zijn dus gevlucht vanuit dat gebied voor deze IS-vrouwen onder meer. Het Rode Kruis wil juist dat de overheid Nederlandse vrouwen en kinderen die zich in die kampen bevinden wel gaat ophalen. Zij zeggen dat het de enige realistische optie is om te voorkomen dat eventuele misdaden ongestraft blijven. Het CDA wil dus berechten in een regio. Kan dat nog? Alles kan. Waarom niet? En het CDA heeft groot gelijk. Het is natuurlijk heel raar om die mensen hierheen te brengen. Die Ilhan B. is heel begrijpelijk. Hè. De rechter heeft het gevraagd. Ja, dat was een bijzondere omstandigheid. Bijzondere omstandigheden. Zij willen zelf verschijnen bij haar proces. Maar kijk, tot nu toe, men heeft als uitgangspunt genomen, ja, in de regio kan het niet, omdat ze willen doodstraf toepassen. Maar ja, Koerden hebben nooit zoiets gezegd in Syrië dat ze willen doodstraf toepassen. Koerden zijn best bereid geweest om te onderhandelen en gesprekken te voeren. Kijk, als je met verschillende Europese landen gaat afspraak maken binnen EU of vrijwillig met Engeland, met andere landen, om met Koerden te praten en dan een tribunaal daar oprichten, dat is heel goed mogelijk. En enige wat natuurlijk heel erg van belang is voor de Koerden is niet zozeer doodstraf. Dat is een onzin dat Buitenlandse Zaken heeft constant verspreid. Nee, de Koerden willen, als die mensen veroordeeld zijn, dat ze ergens anders gaan hun straf uitzitten. Wat volledig begrijpelijk is. Want niet vergeten, Al-Hol is geen detentiekamp. Dit is het onzinnige woord dat wij gebruiken. In het Midden-Oosten wordt genoemd ontheemdenkamp, vluchtelingenkamp. Ja, mensen zitten daar en die worden bewaakt voorlopig. Maar op het moment dat de Koerden gaan, een tribunaal komt, een aantal Europese landen ad hoc tribunaal gaan daar oprichten. Vanaf dat moment, zoals in Nederland, zoals in elke andere, ook in islamitische landen gebruikelijk is, kun je kinderen bijvoorbeeld meteen scheiden van ouders. En dan zouden Koerden ook instemmen. Want het is normaal dat de kinderen hoeven niet in de gevangenis zitten. Mm. Die kunnen naar Nederland gebracht worden. En dan dat humanitaire probleem is ook opgelost. En terecht wordt door CDA gezegd dat die vrouwen moeten zich verantwoorden in de regio ten overstaan van een slachtoffer. Namelijk Koerden zelf daar. Maar ook Sjiïten en andere groepen die ongenadig worden behandeld door hen. En dat is heel belangrijk dat dat uiteindelijk voor elkaar komt. Kijk, nieuw parlement kijkt toe en met het gevoel, ja, we hebben alles gedaan, het kan niet. Nee, parlement is het hoogste orgaan van de staat. Dat vergeet ze altijd. Met dat onzinnige uitdrukking tegenmacht. Nee, ze zijn de hoogste vorm van de macht in Nederland. Ze zijn het. Zij kunnen het vragen aan de Nederlandse regering. Ga met Groot-Brittannië en andere landen onderhandelen. Desnoods niet in de hele Europese Unie, maar met een aantal landen om een ad hoc tribunaal daarop te richten.